Bij een ongeval met een trekker in Uitwellingerga is dinsdag één persoon om het leven gekomen. De man was met zijn trekker een ponton opgereden om de andere kant van het water te bereiken. Toen de constructie eenmaal op het water dreef, ging het mis. De ponton raakte uit balans en maakte slagzij. Doordat de trekker met kettingen was verankerd aan het vaartuig, kapseisde deze mee en kwam onder de ponton terecht. Een collega heeft de man nog uit het water gehaald, maar was helaas niet meer op tijd om hem te redden.